hij heeft begin van de week 5 jaar gekregen en zij 3 jaar. Op de boerderij van La Croix is 6 jaar geleden de grootste cannabisplantage ooit in ons land ontdekt. Ook in mei blijven er soldaten op straat om sommige ambassades en Joodse gebouwen te beschermen tegen een mogelijke aanslag. Dat heeft de ministerraad beslist. Op die plaatsen geldt nog altijd dreigingsniveau 3. Er worden 210 militairen ingezet om ze te bewaken. En vanaf morgen wordt kinderopvang duurder. Het minimumtarief stijgt van 1,5 euro tot 5 euro per dag per kind. Dat geldt wel niet voor kinderen die nu al in de opvang zitten, geldt alleen voor nieuwe inschrijvingen. En er zijn ook uitzonderingen mogelijk, maar alleen onder strenge voorwaarden. In Frankrijk is een meisje van 14 uit het raam van een flatgebouw gesprongen na pesterijen op sociale media. De feiten dateren al van eergisteren. Het meisje woonde in Stein, vlakbij Parijs. Iemand had haar kennelijk zonder dat ze het wist gefotografeerd terwijl ze zich uitkleedde voor een jongen. Iedereen uit haar omgeving heeft die foto's gezien. Het meisje werd er op sociale media zo hard mee gepest dat ze het niet meer aankon en zichzelf van het leven heeft genomen. Het is een extreme vorm van cyberpesten, ronduit misdadig, zeggen specialisten. Zij raden slachtoffers aan om altijd een klacht in te dienen bij de politie of bij die sociale media zelf. Jongeren staan er duidelijk nog altijd te weinig bij stil dat beelden op het internet de hele wereld rondgaan en dat je ze bijna nooit meer kan afhalen. Het is misschien onschuldig bedoeld. Een pikante foto enkel naar je lief verstuurd met sms of Snapchat. Maar het kan vlug uit de hand lopen als die foto plots viraal gaat. Ja, bij ons op school, er was een meisje en die had een naaktfoto van haarzelf naar een jongen gestuurd. En die jongen had daar een screenshot van genomen en naar zijn vrienden gestuurd. En dan is het zo verspreid rond heel de school. Hoe is het afgelopen? Een meisje is nu van school veranderd en die werd gepest daarmee. Ook in ons land loopt het zogenaamde sexting, dat is het versturen van naaktfoto's, soms grondig fout. Child Focus kreeg vorig jaar 41 meldingen binnen. En ook de Netflix in Assen, nog maar een week online aan het werk, kreeg al 150 vragen of meldingen van cyberpesten. En die gaan echt heel ver soms over seksfilmpjes, naaktfilmpjes, over chantage met die filmpjes dan, als ze dreigen om het op de sociale media te plaatsen. En de Netflix gaat dan ook direct duidelijk maken dat de situatie zeer ernstig is, dat ze daarmee naar de lokale politie moeten gaan, dat ze klachten moeten indienen. Eenmaal op het internet krijg je de beelden er ook moeilijk weer af. Jongeren moeten dus niet alleen beter nadenken over wat ze over zichzelf online zetten, maar ook wat ze over anderen posten. Geef daar als ouder het goede voorbeeld in. Bijvoorbeeld als jij iets wil online plaatsen over je zoon of dochter. Stel als ze nog maar 8, 9 jaar bent en al die dingen die ze gebruiken, ga je daar niet jezelf toestemming over. Van, mag ik jouw foto op Facebook zetten? Op die manier geef je het goede voorbeeld en leer je het stilstaan van iets online zetten, dat kan gevolgen hebben. De topman van het katholiek onderwijs wil meer geld van Vlaanderen om nieuwe lagere scholen te bouwen. Nu krijgt het katholiek onderwijs minder geld dan de andere netten, zoals het gemeentelijk onderwijs. Van de 188 miljoen die de laatste 5 jaar is voorzien voor nieuwe klassen, hebben zij het minste gekregen, terwijl ze de meeste leerlingen hebben. We zijn nu op weg naar de enige sanitaire ruimte die de kinderen ter beschikking hebben buiten. En jammer genoeg is er een deel van het sanitair blok dat momenteel volledig is afgesloten, waar normaal de jongens naar het toilet gaan, omdat het helemaal verstopt is en totaal onbruikbaar. Anne Boeken, directrice van de katholieke school Afrit Zuid in Antwerpen, wil al jarenlang renoveren. Probleem? Geen geld. En daardoor te weinig plaats, aftansen lokalen en onveilig. Jammer genoeg kunnen we de lokalen op deze verdieping niet gebruiken, omdat er maar één vluchtweg is. Dus de brandweer heeft dit afgekeurd. De vluchtweg is ook een houten trap. Een derde van de katholieke schoolgebouwen dateert van voor de Tweede Wereldoorlog. En in de steden, zoals hier in Antwerpen, zijn veel scholen te klein geworden voor het aantal kinderen. De capaciteit moet er omhoog. Globaal moeten de infrastructuurbudgetten voor het, moeten sowieso horen voor de 2,5 miljard dossiers op dit moment voor het geheel van infrastructuur. Dit is hier specifiek voor capaciteitsdossiers. Hier is onze vraag dat die budgetten gelijk verdeeld worden over de netten in proportie tot de netten. Hè. In proportie, want 62% van de lagere schoolkinderen gaat naar een katholieke school, meer dan de helft dus. Terwijl van het extra Vlaams geld voor schoolbouw slechts 37% naar het katholiek onderwijs gaat.
De reden is dat katholieke scholen, het zogenaamde vrije...